72 punten, dat was een pro. Die gozer was een pro. Rayo Gaming. Dag lieve, het is leuk dat jullie kijken naar gloednieuwe Survival Games. Yeah. Vandaag zijn we niet met een vol potje. Dit is best wel apart, want ik zit altijd in een vol potje. Maar dat betekent dus dat ik wel die chest wil pakken. Want ja, als ik een zwaard heb, dan heb ik zoveel chests als ik één iemand kill. Want iedereen gaat natuurlijk voor de achterste chest. Hij denkt ook zo van, ik pak de achterste chest, want daar gaat niemand heen, er staat niemand. Dus nou, laten we dat eerst even doen. En dan gaan we kijken, hopen dat we een zwaard kunnen krijgen. Want het is soms zo kut om een zwaard te krijgen. Jongens, ik heb in ieder geval, oké, ik heb iets. Het is geen zwaard, maar het is beter dan een zwaard. Niet beter dan een zwaard, maar het is wel zo fijn als een zwaard. In ieder geval, ik weet niet waar die andere mensen heen gaan. Die is al dicht, dat is kut. Dat is dus een bug en dat gebeurt dus één keer in de zoveel tijd en is die dicht. Fucking kut. Maar deze map is ook hartstikke broken, kwam ik laatst achter. In ieder geval, er was laatst een owner was er in de game met mij. En toen had ik wel verloren. Maar, die ging dus testen of de match ook kapot was. En ik kreeg echt inderdaad echt alleen maar kut gear die match. En het was echt hartstikke broken as fuck. Dus ja, yeah, let's go. Ik heb food nodig. En ik heb in ieder geval arrows. Als ik een boog vind, dan ben ik in ieder geval fixed as fuck. Dus ja, dat. En ik ben nog steeds een beetje verkouden, zoals jullie horen waarschijnlijk. Nog steeds een beetje nasaal. Lekker nasaal praten. Maar het gaat al wat beter. Behalve dan die brok in mijn keel, of noem je zoiets. Als in zo'n soort van balletje. Dat je het op en neer gaat in je keel als je een prot bent. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo fijn om te commentaten, maar ik doe het wel. Lekker. Oh, dit is ook al weg. Oké, nice. Dan hoop ik dat dit niet leeg is. En stort. Yes! Oké, jongens, het is een van die magische momenten dat we een soort hebben gevonden in deze chest. En hier zit nu de geheime chest. We hebben dus, ja, het is heel raar. Ik heb een boog. En ik heb een boot. En ik heb food. En ik heb 10 arrows, dus dat is best wel nice. Ik ga even naar boven hier. Er zijn wat nieuwe chests, wat chesten verplaatst. De map is een beetje veranderd, dus dat vind ik een beetje... Ja, ik vond niet echt een goede... Ja, ik vond niet echt iets goeds dat ze dat hebben veranderd. Ik vond de oude map veel chiller. Omdat ik daar, dan daar zo waar we net waren, dat ik dan een dubbele tier 2'tjes had. Had ik nu ook natuurlijk. Nou ja, twee losse dan. En, maar ja, nu zitten ze zeg maar los van elkaar. En was eentje verstopt en er was geen tier 1'tjes meer. En die tier 1'tjes die gaf me soms nog wel eens een soort. Waarvan ik dacht van, yay! Oeh, een diamond. Oh, nice, een diamond. Oké, dus ik heb full chain en een iron helmet. Dus dat is super nice. En dan ga ik hier even naar beneden. In ieder geval, people should fear me. Yes, yes, yes. Ik ben in ieder geval meer beter dan full chain. Oh, nog een soort. Lekker, lekker. Die gaan we in ieder geval meenemen. Just in case dat iemand denkt van, oh kijk, ik ga daar kijken of daar chat dit. En dan, ja, fucked. Ik heb in ieder geval één diamond. Oh. En ja, dat is lekker. En ik heb food natuurlijk. Super handig. Misschien is wel handig om even in mijn hotbar te zetten dat ik dat heb. En dit. Ik moet echt, ja, als ik dan zeg maar ondertussen ergens een, hoe heet het vind. Oh, zal hier iemand in geweest zijn? Is het open? Het is open, ja, kut. Jammer dan, zit hij wel ergens in de grond, een chest. Ik weet niet of hij er altijd al zat, dat hij er pas sinds kort zit. Maar, oh, hij is al geopend. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Er is hier al iemand geweest. Maar hij heeft hier wel eens eten laten liggen. Super, super, super handig. Daar loopt iemand. Wat heeft hij? Hij heeft iron. Is het veilig? Oh, wauw. Oh, wauw. Wauw, wauw. Wauw, wauw. Hey, hi dude. Laten we dat eens even niet doen. Laten we dat eens eventjes... Oh, wauw, gaat er ergens op me schieten. Nope. Thanks, thanks. Je kan me niet raken, bitch. Oh, wauw. Nee. Ik heb nog een half hartje. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ik kan heel goed boog schieten, bitch. En ook heel goed... Oh, kut. Dan gaat mijn shit. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Wat? Waarom kan ik hem niet raken? Wat is dit? Oké, daar heb ik geen wapens meer. Oké. Hey, doet nee. Daag. Ga je rennen? Gaan we rennen? Bitch! You're mine now! Yes! Oh, wat diamonds! Oh, dat is één goede kill, boys. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ik ben trots op mezelf. 72 punten! Dat was een pro! Die gozer was een pro! En ik heb hem gewoon! Oké, 3 diamonds heb ik. Oké. Hij is waarschijnlijk onder de indruk geweest van mij. Nou ja, jammer dan. Ik weet niet wat hij zojuist gedaan had, maar ik ben... Oh, wacht. Ik ga even hier in het vuur gooien. Oh, er komt iemand aan. Hartstikke nee. Dag, doei. Dag. Wat was je van plan? Ben je een team met die gozer? Ik denk dat dat een team is. Oké, dag. Doei, dag. Dag, dag. Oké, ik ben weg. Zit hij nou achter me aan of hoe zit dat? Of zitten zij achter elkaar aan? Volgens mij zitten zij achter elkaar aan. Ik ga gewoon lekker een diamond soortje in het midden maken. Fuck dit.
Fuck dit. Oh jongens, dat was gewoon een pro. 72 punten. Dan heb je echt iets meer dan 1000 punten. Dan ben je gewoon officieel pro. En die gozer zat echt te kijken van, oké, GG. Oké, hier. Ik ben echt trots op mezelf. Oké, die gozer is dood. Die daar, die... Oké, sword mag weg. Oké, daag. Een duimend sword. Daag. Holy fuck, jongens. Ik heb gewoon een pro gekild. Ik ben zo trots op mezelf. Dat ik eindelijk een beetje goed word. Nou, het is echt heel anders, hoor. Ik moet wel zeggen... Survival games is heel anders dan elke andere game. Het is niet hetzelfde als kit... Als je goed bent in kit PvP of zo, betekent het niet dat je meteen goed bent in weet ik veel wat. In alles of zo. Heb ik geen fishing rod? Kijk, dit is echt... Oh, 30 seconden till deathmatch. Oh, ik ga maar eventjes terug naar het midden. En ik ga hier even mijn shit droppen. Oh, we zijn er maar met z'n drieën, jongens. Dit is echt heel raar. Oké, ik heb echt heel hard arrows nodig. Ik ga heel... Oh, kut, heb ik alles weer opgepakt. Dat is echt stom. Oké, ik heb nog 16 seconden. Oké, heb ik nog tijd om arrows te maken? Ik hoop het wel. Oh, hi. Oh, hi. Dag. Hi. Ben je klaar voor? Oh, gaan we boogschieten? Oh, lul. Hij gaat al serieus boogschieten. Oké, hi daar. Oké, er komt iemand in zijn rug. Oh, dat is een teammate. You got to be kidding me. Oké, hij wilde gewoon... Hij wist dat het niet ging redden. Ik had de flint en steel, hè? Ja. Oké, nou, dit is best wel een probleem. Want volgens mij is... Oh, hij zit wel op mij te richten. Oké, hij gaat wel meteen op hem. Of is het een team? Het is een team! Godverdomme. Oké. Ik kan ze op misschien wel aan. Oh. Daar. Zijn allebei in de fik. Nice. Daar. Hij springt weer in het vuur. Daar. Allebei het vuur. Daar. Oh yes, dat is één. Fuck. Oh fuck, ik heb geen arrows. Ah, kut! Oh mijn god, jongens. Holy shit, dat was gewoon een fucking team. Ik heb er één uit kunnen schakelen, jongens. Ja, dit had ik gewoon niet kunnen winnen. Zij hadden mij gewoon zwaar, ja, met z'n tweeën outplayed. Maar ik outplayed hun eigenlijk. Oh, wauw, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken, te favoren, te commenten. Hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Holy fuck, jongens. En tot dan, zeg ik... Ja, pff, later!